Nationaal Militair Museum in Soest. Het Nationaal Militair Museum NMM in Soest is een museum waarin aandacht wordt besteed aan de betekenis van de Nederlandse krijgsmacht in verleden, heden en toekomst. Met extra aandacht voor de collecties van land- en luchtmacht, afkomstig van het Legermuseum uit Delft en het Militair Luchtvaartmuseum uit Soesterberg, die in het NMM zijn samengevoegd. Het NMM is ondergebracht in de Koninklijke Stichting Defensiemusea, KSD. Rond 2000 bleek dat zowel de expositiemogelijkheden als de condities van de depots voor de collecties van het Legermuseum in Delft en die van het Militair Luchtvaartmuseum in Soesterberg ontoereikend waren. In 2001 ontstond het plan voor een nieuw gezamenlijk museum op het terrein van de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hiertoe werd op 13 februari 2003 parlementaire toestemming verkregen. Nadat in 2003 bleek dat de vliegbasis Soesterberg ten gevolge van een bezuinigingsoperatie bij Defensie zou sluiten, werd alsnog gekozen voor deze locatie. Gelijktijdig werd medegedeeld dat het nieuwe museum samen met het Marinemuseum in Den Helder, het Marinemuseum in Rotterdam, het Museum der Koninklijke Marechaussee in Buren en het Museum Bronsbeek in één gezamenlijke stichting zou worden ondergebracht. Inmiddels is op 1 juli 2014 de Koninklijke Stichting Defensiemusea opgericht, waar Museum Bronsbeek alsnog geen deel van uitmaakt. Op 1 september 2010 startte de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe museum. Op 8 mei 2012 werd door Defensie met aannemer Heijmans een design, build, finance, maintain en operate constructions gesloten voor de duur van 25 jaar. Thank you.
In januari 2013 werd begonnen met de voorbereidingen voor de bouw. Het Legermuseum is op 6 januari 2013 gesloten en het Militair Luchtvaartmuseum op 30 juni 2013. Het nieuwe museum is op 11 december 2014 geopend door koning Willem-Alexander. Voor het publiek ging het museum voor het eerst open op 13 december 2014. Het museum staat op een terrein van 45 hectare op de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Behalve het nieuwe hoofdgebouw is er ook een groot depotgebouw gerealiseerd. Zijn er diverse andere gebouwen, een arena en diverse museumobjecten in het buitenterrein. Waaronder de oudste luchtvaartgebouw van Nederland, gebouw 45. Ook het reeds bestaande herdenkingsplein van de Koninklijke Luchtmacht is ingepast. Het gebouw is ontworpen door architect Dick van Wageningen in samenwerking met H+N+S+ landschappenarchitecten Kosman, De Jong en Heijmans. Het bestaat in wezen uit een grote platte doos met een volledig glazen pui van 13 meter hoog, afgedekt door een overstekend dak van 110 bij 250 meter op een metalen vakwerkconstructie.
Op het dak staan 3240 zonnepanelen die jaarlijks circa 750.000 kilowatt leveren, goed voor ongeveer 25% van de totale energiebehoefte. Een gedeelte van het interieur wordt gebruikt voor een soort zwarte doos van 2 verdiepingen met diverse tentoonstellingszalen, waaronder de schatkamer, workshopruimte en dergelijke, als mede voor de entree en kantoren. De rest van de binnenruimte, het arsenaal, dient voor het exposeren van vliegtuigen, tanks en allerlei andere objecten. In de pers werd het ontwerp van het museum positief beoordeeld, waarbij onder meer een vergelijking werd gemaakt met de Neue Nationalgalerie in Berlijn van 1970, naar het ontwerp van Mies van der Rohe. In die verstande dat het concept in Soes wel zou werken. In 2016 werd de Nationale Staalprijs voor Utilitybouw toegekend.